In de recentste uitzending van Chateau Meiland waren opvallende gasten te bewonderen, namelijk Debbie de Jong, bekend van BNB vol liefde, en de immer spraakzame shownieuwsdeskundige Patty Bart. Echter, het was Patty's opmerkelijke interactie met Erika Meiland die heel wat wenkbrauwen deed fronsen bij het kijkerspubliek. Patty, nooit vies van een scherpe opmerking, waagde zich aan een delicaat onderwerp door Erika de vraag te stellen of ze niet eens zou moeten overwegen om zich aan botox te wagen. Zou jij ook niet een keer een verfrissertje willen dan? opperde Patty, waarop Erika verbaasd weerde met Wat vind jij dat ik nodig heb dan? Een schijnbaar ongemakkelijk moment ontvouwde zich toen Patty haar vingers op Erika's gezicht legde en subtiel wees op mogelijke toepassingen van botox. Dit liet de kijkers thuis niet onberoerd en de frustratie was voelbaar. In een andere interessante wending bracht Show News een bezoek aan de opnames van het programma, waarbij niemand minder dan Berget, Louis en Gordon te gast waren. Martien onthulde een oude connectie, ze kennen elkaar van vroeger. Berghet zat namelijk bij de achtergrondzangeressen van Koorde. Erika voegde er enthousiast aan toe, sinds ze binnenkwam, was het meteen kletsen en gezellig. Toen schoof Koorde er natuurlijk nog bij, dus ik vind het heel gezellig. De dynamiek tussen de gasten en de spraakmakende momenten hebben de kijkers ongetwijfeld aan de buis gekluisterd. Met controversiële adviezen over botox en onverwachte ontmoetingen tussen bekende gezichten lijkt Chateau Meiland opnieuw te bewijzen waarom het een niet te missen reality show is.